De uitspraak in de spraakmakende strafzaak tegen gewezen directeur Ginmar de Cromosuto van de Surinaamse Postsparbank is op 22 december. Vandaag voerde Cromosuto zijn laatste woord en vroeg de magistraat hem in vrijheid te stellen. Als reden voerde de verdachte volgens zijn advocaat Richard Tjonaju aan dat hij, in tegenstelling tot wat het Openbaar Ministerie zegt, geen handelingen heeft gepleegd met de intentie om de staat te benadelen. Nou, hij heeft aangegeven dat wat hij heeft gedaan, dat hij ervan overtuigd was, is dat hij dat heeft gedaan in het landsbelang. Dat hij, als hij een advies geeft, dat hij dacht dat het een goed advies was. Mm-hmm. Het is een goed advies is. Mm-hmm. En dat hij niet begrijpt waarom hij op basis van één mail, dat de aanleiding is geweest dat hij al langer dan een jaar vastzit. Hij zegt in die mail van, luister, die panden kunnen volgens mij verkocht worden, zoiets wordt er gezegd, maar het kan niet zomaar. Daarvoor moet het ministerie van ROGB een beschikking slaan. En dan zou je ze kunnen afgeven onder pand om te dienen voor iets, voor een dekking. Dat zegt hij. Dat zeggen nog meer mensen. En dat, je had dat ook kunnen voorstellen. U moet zich de vraag stellen, bent u daarom verdachte in een strafzaak als u dat doet? Is dat juist? Moet u daarvoor vastzitten? En er staat echt niks meer in die mail. Want ik heb die mail, ik heb letterlijk in het dupliek aangegeven wat er in die mail staat. De verdediging heeft gesteld dat het Openbaar Ministerie niet heeft kunnen bewijzen dat de verdachte deel is van een criminele organisatie. Dat er sprake is van benadeling van de staat is volgens Tjonaju ook niet bekrachtigd. Kijk, het feit dat we hier met z'n 2, 4, 5, 6 staan, 7 man staan en we iets bespreken. En ik ben voor gezegd van het leek me een goed idee om die bank daar te gaan beroven. Dat betekent nog niet dat we een criminele organisatie. Wat er trouwens niet is gebeurd in het geval van Cromosuto. Maak van ons nog geen criminele organisatie. Dat heb ik aangegeven. Je moet duidelijk motiveren het begrip organisatie en de criminele activiteiten. En in een organisatie, dat weet u ook, je bent waarschijnlijk deel van een organisatie. Ja, daar is er een duidelijke structuur. Er zijn afspraken, er zijn taken en er is een leidinggevende. En het Openbaar Ministerie heeft niet meer gezegd wie de leidinggevende is, wat de rol van Cromosuto precies was bij de criminele handelingen. Omdat men het oogmerk had om misdrijven te plegen. Is niet aan bod gekomen, maar heeft het gelaten op. Weet u, ze zijn bij elkaar gekomen en we denken dat ze een strafbaar feit wilden plegen en daarom is het naar een criminele organisatie. De verdediging stelt dat Cromosuto niet op basis van aannames beoordeeld mag worden. De zaak tegen Cromosuto is volgens de advocaat vanaf het begin een oneerlijk proces geweest. Het Openbaar Ministerie eiste eerder 5 jaar cel tegen de gewezen directeur.